Ik woon in de binnenstad en ik vind Arnhem een heel mooie stad. Je hebt hier het Zonsbeekpark en je zit ook aan de rivier, de Rijn. Dat is toch uniek. Je hebt eigenlijk het bos en de rivier. Ja. Waar heb je dat? In welke stad heb je dat? Je hebt schaken meegenomen? Ik heb mijn schaakbord bij me. Nou, één van mijn schaakborden. Ik heb er meer. Maar schaakt u zelf nog echt veel of is het voornamelijk schrijven tegenwoordig over schaken? Tegenwoordig kan je niet bijna geen toernooien spelen met corona. Ik heb mijn laatste partij in maart gespeeld. En het online spelen? Ik hou er niet van, nee. Ik vind dat niet het echte spel, vind ik. Maar u heeft de coronatijd goed benut, zag ik. U heeft een boek geschreven. Ja, zeker. Ja. Ik heb de laatste tijd verschillende boeken geschreven. Maar het laatste was toch misschien wel het meest interessante, want het gaat over mijn eigen partijen. Het zijn de beste partijen, ja. Het is dus altijd een moeilijke keuze, hè, die je hebt. Ja. Want ik heb duizenden partijen gespeeld. En hoe moet je daar de 100 beste uitkiezen? Nou, dat was mijn volgende vraag. Juist, en dat is een moeilijk te beantwoorden vraag. Tenminste, ik vond het moeilijk. Want het is veel makkelijker om daar 200 of 300 partijen te doen. Want er zijn zoveel interessante partijen geweest. Je neemt ook gewoon, laten we zeggen, partijen tegen heel sterke spelers over het algemeen. Want dat niveau is dan hoger. Kasparov. Ja, ik heb verschillende winstpartijen tegen Karpov in het boek staan, waar ik echt tevreden over ben. Tegen Kasparov minder. Ik heb ook minder vaak met Kasparov gewonnen. Dat was voor mij een moeilijke tegenstander. Was Kasparov de moeilijkste? Ja, laten we zeggen dat hij toch wel als de sterkste speler aller tijden wordt beschouwd. Jan, als je nu terugkijkt, hè, naar je schaakcarrière, waar ben je dan het meest trots op? Ik denk dat ik het meest trots ben op een prestatie die ik ooit in Parijs leverde in 1991. Want het was een rapid toernooi met korte matches. En ik versloeg achtereenvolgens Kamsky, Anand, Karpov en Kasparov. Dus in korte matches steeds. En dat was een heel prestigieus toernooi. En het had ook een enorm goede eerste prijs. Iets als 400.000 gulden of zoiets. Dus ik was daar heel blij mee. Ja, als er één hoogtepunt was, dan was dat het. Ik denk dat je dat wel als een hoogtepunt kunt zien. Want omdat ik daarmee bewees dat ik gewoon eigenlijk de officieuze titel van rapid kampioen van de wereld had. Ja. Dat komt toch wel veel terug. Hè? Als ik in de artikelen terug ga kijken, het best of the west, komt dan wel veel terug. Wat vindt u ervan als u dat leest? Nou ja, het is eigenlijk, ben ik wat dat betreft een opvolger van spelers als Larsen en Fischer. Fischer was natuurlijk de allerbeste. De allerbeste best op de west. Ja, best voor iedereen op een gegeven moment. Maar dat is toch een bepaalde positie die je inneemt. En het was interessant, natuurlijk. En ik was er natuurlijk op uit om Karpov en Kasparov te verslaan. Maar ze waren gewoon sterker gewoon dan ik. Dat was natuurlijk op een bepaalde manier ongelukkig, maar dan kan je niks aan doen. Nee. Maar stel dat hij nou net iets gedisciplineerder was geweest, had het dan de wereldtitel op kunnen leveren? Misschien wel, ja. Vraagt zich dat wel eens af? Nee, eigenlijk niet. Ja, dus schaak nog altijd best wel veel. Maar over het algemeen speel ik zo 30 à 40 partijen. En vroeger speelde ik 80 à 100 partijen per jaar. Ja. Dus dat is wel een verschil natuurlijk. Ja. Stapje terug gedaan. Ja. Dat is want u bent nu 68? Ja, ik word over een maand word ik 69. Ik heb niet zoveel ambities meer wat schaken betreft. Het is wel zo, als ik ergens speel, dan wil ik bijvoorbeeld een toernooi, dan wil ik graag winnen natuurlijk. Dat zeker. Blijft. Ja. Maar ik heb niet meer de ambitie om wereldkampioen te worden. Dat is al lang voorbij.